Hi, welkom bij een boerderij in een rijtjeshuis. Ik ben Lisa en vandaag gaan we een hele hoop groenten voor in de moestuin voorzaaien. En ik ga met jullie delen waar ik al deze voorgezaaide spullen in mijn rijtjeshuis bewaar totdat ze naar buiten kunnen naar ijsheiligen. Dus, het is weer tijd voor een nieuwe ronde groentezaaien. Ik heb er al een aantal gedaan. Ik heb al kolen, pepers, paprika's, tomaten. En nu is het tijd voor een volgende ronde. Maar ik ga nog niet meteen alles zaaien. Er zijn nog dingen die ik later ga doen. En wat vandaag op de lijst staat, is even kijken. Wat ik binnen moet gaan zaaien, dus dat betekent wat ik zometeen weer binnen ga neerzetten, zijn basilicum, ananaskers, augurken, twee verschillende komkommers en spekbonen. Wat ik helaas ook nog ga voorzaaien zijn een aantal tomaten. Ik heb een beetje pech gehad dit jaar met mijn tomaten, terwijl mijn pepers het eigenlijk fantastisch hebben gedaan. En ik denk dat het gewoon te koud is geweest in huis, waardoor er heel veel niet is opgekomen. Ik ga er vandaag de plantjes die in het kweekkistje opgekomen zijn, ga ik wel oppotten in een groter potje. Zodat ik die uit de kweekbak kan halen. En dan kan ik de deksel, want het is zo'n kweekbak waar ze in zitten, dan kan ik nog steeds de deksel erop bewaren in de hoop van dat de zaadjes die erin zitten alsnog gaan ontkiemen. Maar ik kan de grote tomatenplantjes, want ze zijn inmiddels al zo, hier niet in laten zitten met de schuifjes dicht. Want dan ben ik bang dat de plantjes gaat rotten. Maar je wil juist de bak erop hebben als je zaadjes wil ontkiemen, want dan heb je heel veel vocht en warmte binnen nodig. Dus ik ga ook vandaag nog een paar, eens even kijken, cherry tomaten, nog een ossehart en een Roma en een vleestomaten. Zaaien in de hoop van, het is een beetje laat, maar het is niet ongebruikelijk. Dus stel dat ze dan toch nog opkomen in de bak en de zaadjes die ik vandaag ga zaaien, dan heb ik gewoon extra tomaten. Komen ze in de bak niet meer op, dan heb ik gewoon tomatenplantjes die wat later in het seizoen zijn gezaaid. En dan ben ik ook benieuwd wat dat eigenlijk gaat doen. Dus, maar ik ga niet alleen voor binnen zaaien vandaag. Ik heb ook plantjes die ik direct buiten ga zaaien. Ik wil in mijn voortuin wil ik wat radijzen en tuinkers zaaien. In de achtertuin wil ik wat wortel gaan zaaien in de grote bak hier achter mij. En ik heb een hoop slaplantjes staan in mijn kas. En ik heb een nieuwe kas en die zal ik straks aan jullie laten zien. Maar dat hou ik nog even geheim. Dus mijn slaapplantjes ga ik in de bakken hier achter ook planten. En in de tuin verderop. En in mijn tuin verderop ga ik tussen mijn broccoli ga ik allemaal bietjes zaaien. Oh, een bij. Hallo. Dat is dus allemaal wat ik ga doen. Maar ik zei ook dat ik niet alles dus ga voorzaaien vandaag. Waarmee ga ik dan wachten? En ik wacht, en ik hou mijn lijstje er even bij, want ik wil er niet één vergeten. Ik wacht nog met mijn spersiebonen, sojabonen, stokbonen en courgetten. En waarom doe ik dat? Bonen ontkiemen eigenlijk heel snel en groeien ook heel snel tot een redelijk groot plantje. Maar ze kunnen absoluut niet tegen vorst, dus ze kunnen echt pas na ijsheiligen naar buiten. En dat is zo ongeveer halverwege mei. Dat betekent dat als ik ze nu al zou voorzaaien, het is voor mij de eerste week van april, dan zijn ze voor mijn gevoel of voor mijn mening iets te groot om naar buiten uit te planten. En ik wil ze wat compacter hebben als ik ze naar buiten breng. Dus daarmee wacht ik even. En ik wacht ook met de stokbonen. Want de stokbonen die gaan in combinatie met de mais in mijn drie zussentuin. En de mais heb ik vorige week voorgezaaid. En ik wil dus eerst de mais een goede voorsprong geven met dat ze ongeveer zo hoog zijn, voordat ik de bonen ga zaaien. Want de bonen gaan ietsje sneller dan de mais. En ik wil eigenlijk dat de mais continu groter blijft, zodat de stokbonen mooi langs de mais kunnen opklimmen. Hetzelfde geldt voor de courgetten. De courgetten gaan bij de mais en de stokbonen. Courgetten gaan super snel en je wilt niet dat de courgette zo snel groeit dat die enorme bladeren de spekbonen en de maisplanten gaan overdekken. En zodra er geen zonlicht meer bij die planten komt, groeien ze natuurlijk niet meer. Dus vandaar wacht ik daar nog even mee. Maar ik ga dus nu eerst
lekker aan de slag met zaaien. Ik neem jullie ook mee naar de andere tuin waar ik dus de bietjes ga zaaien. En daarna, als alles gezaaid is, dan ga ik aan jullie laten zien waar in huis ik alles ga plaatsen. Ik heb verschillende plekken. Ik heb een stellingkast voor het raam, gewone vensterbanken en ook een groeilamp. En dus ook een nieuwe kas. En ik denk dat deze kas misschien een hele goedkope, leuke tip is voor jullie. Als jullie zelf wel iets zouden willen, niet financieel €600 willen uitgeven aan een mooie glazen kast. Dus al een beetje een sneak preview, het is van glas. Oké, laten we aan de slag gaan met lekker zaaien. Ja hoor, daar gaan we weer. Dit proces hebben jullie al een aantal keer gezien. En ik begin hier met mijn tomaten. Ik doe meerdere in één bakje dit keer, gewoon om wat ruimte te besparen. En voor de bonen doe ik dat niet, dat doe ik er 4 per potje. En datzelfde doe ik voor mijn komkommers. Die kunnen dan net zo lang in die bakken blijven totdat het ijsheilige is geweest. En dan kunnen ze naar buiten, dus die hoef ik ook niet meer op te potten. Dat scheelt ook weer werk. En bonen vinden het sowieso ook fijn om lekker dicht bij elkaar te zitten. Dan hebben ze houvast aan elkaar. En hier zijn al mijn voorgekweekte slaapplantjes. Die doe ik mooi verdelen in deze ronde bakken. En als er heel veel bij elkaar zitten, dan scheur ik ze heel voorzichtig uit elkaar. En dan plant ik ze op verschillende plekken, zodat het slaapplantje ruimte heeft. Hier in de volgende bak doe ik ze volgens mij uit elkaar scheuren, als het goed is. Ja, hier zitten heel veel slaapplantjes bij elkaar en dat is niet heel erg handig. Dus die verdeel ik dan een beetje over de bak. En dit waren die tomatenplantjes die wel zijn opgekomen en de rest niet. Zoals je ziet, ze zijn dus al vrij groot en hebben 4 blaadjes. Dus ik kan ze al oppotten. En ik wilde dus niet dat door het hoge vochtgehalte wat ik wil creëren om de andere zaadjes nog te laten ontkiemen. Wilde ik niet dat deze plantjes gaan beschimmelen. Dus ik haal ze er hier uit en dan geef ik ze elke al een potje. Dat kan dus omdat ze dus al 4 blaadjes hadden. En dan kan ik die erbuiten houden. En dan geef ik de andere zaadjes nog een kans om te ontkiemen. En dit is alweer een paar dagen later. En nu ik die voice-over doe. En er zijn er al 2 opgekomen. Dus ik ben blij dat ik deze keus heb gemaakt. Ik denk dat dit de juiste keuze was. En wie weet komt er nog met dit mooie weer toch nog een paar extra tomatenplantjes op. En hier in de achtertuin zaai ik wat wortels. Ik ben altijd heel erg van het luie zaaien. Ik schud er wat in en ik schud de aarde eroverheen en that's it. En het ging binnenkort regenen, dus ik gaf het niet eens water. En in de voortuin doe ik dat ook. Eerst verwijder ik het onkruid. Dat wat in de hoek zit is een aardbeienplantje, dus die laat ik lekker zitten. En dan schud ik links wat tuinkers erin en dan hussel ik de aarde wat rond, zodat er wat aarde over de zaadjes komt. En met de radijzen doe ik hetzelfde. Ik heb in deze bak een aantal radijzen en achterin heb ik hier ook nog een bak waar ik een aantal radijsjes in wilde kweken. En dan gaan we naar verderop. Hier verderop in de tuin wilde ik dus bietjes langs mijn broccoliplanten gaan zaaien. En eerst trok ik het zeil een beetje terug en haalde ik het onkruid, oppervlakkig onkruid weg. En dat duw ik dan over de broccoliplanten of onder de broccoliplanten om extra onkruid weer te voorkomen. En als het dan de aarde mooi bloot is, leg ik op de aarde rechtstreeks. Eerst heb ik hier nog wat boerenkoolstengels die weg moeten. Die was ik dus blijkbaar vergeten, dus zie mij straks even heen en weer rennen. Dan ga ik. 3, 2, 1, chop chop. En dan kom ik weer, al die boerenkoolstengels weg. En nu de aarde mooi bloot ligt, schud ik hier deze 2 verschillende soorten bietjes op. Gele bieten en mooie rode bieten. En ik graaf ze niet in, want ik heb een mooie bak of een emmer vol met compost. En dat giet ik er overheen in een dun laagje, zodat ze ongeveer 0,5 centimeter tot 1 centimeter onder de grond liggen. En om het vocht mooi binnen te houden, omdat het toch alweer mooier weer werd en de zon ging weer schijnen, gooi ik er wat gras op, want er was net gras gemaaid. En zo blijft het vocht mooi langer in de aarde zitten. Hoef ik minder water te geven.
En dan is dit het eindresultaat. Zo, alles zit er nu eindelijk in. En dat betekent dat het nu tijd is om overal een plekje voor te gaan vinden. En Kip is het ermee eens. En omdat ik in een rijtjeshuis woon, kan dit soms een beetje lastig zijn en een beetje een uitdaging zijn. En ik neem aan dat andere mensen daar ook soms wat moeite mee hebben. Dus ik dacht, ik deel met jullie hoe ik dat bij mij thuis creëer. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb het geluk dat ik diepe vensterbanken heb en dat de voorkant van mijn huis op het zuiden staat. Dus ik kan heel goed gebruik maken van mijn vensterbanken. Dus ik heb beneden een vensterbank en boven op mijn kledingkamer heb ik er één. En op die kledingkamer heb ik een enorme stellingkast voor het raam geplaatst, zodat ik daar in het verlengde daarvan dus nog meer bakken kwijt kan. Die plekken worden het allerwarmst in mijn huis. En daar stop ik dus alle planten die echt zomerplanten zijn en echt hitte nodig hebben. Op het moment staat het vol met paprika plantjes, maar die zijn allemaal al opgekomen en redelijk groot. En het enige wat ze nu echt nodig hebben is zonlicht. En natuurlijk warmte versnelt het proces, maar ze zijn al redelijk groot. Dus zij hebben niet meer de grootste prioriteit van de warmste plek in huis. Daarentegen de nieuwe tomaatjes die ik gezaaid heb en de komkommers en de basilicum hier, die hebben juist heel veel hitte nodig om überhaupt te kunnen ontkiemen. En aangezien ik een beetje pech heb gehad met mijn tomaten en dat het komende week hartstikke mooi weer wordt, krijgen dus mijn tomaten en mijn augurken en mijn komkommers echt de prioriteit voor de warmste plekjes in huis nu. Wat ga ik dan doen? Ik haal alle paprika's en pepers naar beneden en die ga ik verdelen over andere plekken die dus iets minder warm zijn. En ik heb in een hoekje van mijn huis, wat ik straks laat zien, een kweeklamp die ik gewoon in normale fitting heb gekocht. Deze heb ik bij de IKEA gekocht, maar het lijkt erop dat ze helaas niet meer die lampen verkopen. En dan zet ik dus de paprika's zo dicht mogelijk tegen elkaar onder de lamp. Die plek is op kamertemperatuur bij ons in huis ongeveer 18 graden. En dat is op zich voldoende met de groeilamp erop om ze gewoon verder te laten groeien. Dus dan gaan de meeste van deze bakken naar boven in de stellingkast. En ik heb nu een nieuwe kas. En deze nieuwe kas, het is een beetje een experiment. Want ik wil heel graag een glazen kas, maar dat is voor mij gewoon op het moment niet te betalen. Dus daarom had ik altijd die groene plastic kas. Maar ik heb er al 2 of 3 versleten in een paar jaar. En ze zijn dus totaal niet duurzaam en ik was er eigenlijk helemaal geen fan van. Maar een glazen was dus nog geen optie. Nu heb ik 4 van dezelfde vitrinekasten gekocht. Die zijn dus niet per definitie bedoeld om buiten te staan. Dus de toekomst moet het maar laten blijken of dit een goed idee is, ja of nee. Maar ik heb dus 4 van dezelfde stellingkasten tweedehands gekocht en naast elkaar geplaatst op een zonnig plekje in de tuin. En je merkt het inderdaad, binnen een mum van tijd is het lekker warm in die stellingkasten, of niet de stellingkast, in de vitrinekast. En fungeren ze dus, naar mijn mening tot nu toe, fantastisch als kweekkast. Oh, en mijn kip vliegt omhoog. Nee, doe maar niet, filet. Kom. Ja. Dus ik ben er zelf heel erg blij mee. En het is dus voor mij een goedkope manier om uit te testen of dit werkt. En in mijn kast staan op het moment... staan dus nu in de kast slaapplantjes en kolen. Die kunnen namelijk iets meer kou hebben. Dus die kon ik uit huis halen om weer plek te creëren voor dit. Want dit is niet het laatste wat ik dus ga zaaien. De spersiebonen gaan echt nog een hoop ruimte innemen in huis. Ik maak hopelijk een goed gebruik van de kast in de komende tijd. Dus laten we nu alles op zijn plek gaan zetten en een beetje de shuffle gaan doen. En dan deel ik met jullie alle plekjes waar ik in mijn rijtjeshuis dus mijn plantjes neerzet. Hebben jullie deze situatie die ik heb nou helemaal niet? Dan kan je altijd een stellingkast met van die groeistrips aan de onderkant van je plank. Zodat ze op de plank daar onder op je plantjes het licht geven. Dan moet je zorgen dat het op een warme kamer is. En dat ze dus een aantal uur per dag, ongeveer 8 even uit mijn hoofd, zonlicht hebben.
zonlicht van een groeilamp dus. Dus stel dat je een ruimte hebt waar je een stellingkast kwijt kan en waar je dus al die plantjes boven elkaar kan stapelen met van die lampen ertussen. Dit is natuurlijk wel een veel duurdere manier dan hoe ik het doe, maar wil je heel erg graag en het is voor jou rendabel, dan raad ik dat zeker aan. Dus, aan de slag! En hier is mijn vensterbank aan de voorkant. Hier zitten die bakken weer in waar ik van hoop dat er toch nog wat tomaatjes op komen. En zoals je ziet hier, de temperatuur is helemaal perfect nu het mooi weer is. Lekker 25 graden, dat is precies wat je wil. En dit is boven aan dezelfde kant van het huis, dus op het zuiden waar al mijn pepers en paprika's staan. Die gaan dus nu naar beneden, want die hebben minder prioriteit. En hier komen dus alle dingen die zeker warmte nodig hebben. Mijn komkommers, mijn courgetten, mijn tomaten. En ik heb ook mijn mais naar boven verplaatst. Mais heeft niet per definitie 20 graden nodig, maar ontkiemt wel heel veel sneller onder die temperatuur. Dus omdat ik graag wil dat de mais een goede voorsprong heeft, is ook al mijn mais van beneden naar boven verplaatst. En gaan hier dus mijn pepers onder mijn groeilampie. En nu heb ik een lege vensterbank. Heel erg bedankt voor het kijken, dat was het dan alweer. Heb je nog vragen, stel ze dan gerust. En ben je nu nieuwsgierig naar hoe al deze plantjes op gaan komen en naar de volgende zaaironde die ik ga doen en waar ik dat dan in vredesnaam in huis ga laten? Abonneer dan op mijn kanaal. Hier bij een boerderij in een rijtjeshuis deel ik graag met jullie hoe ik zelf mijn groenten kweek, oogst en verwerk, zodat we het hele jaar ervan kunnen genieten. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende!